alles klopt wel, jong. Alles komt goed. Beetje olie ertussen en alles opgesteld. Alles komt goed. Zijn we bij de aanstelling ook een beetje zien dat we chills kunnen hebben? Zijn jullie alles goed op een rijtje? Waas, hè? Dan zou ik zeggen, de junior prinses, je mag even naar boven komen. We gaan die eerst, ik moet het boze gezicht hebben. We gaan die eerste woordje laten zeggen en dan wilde jij ze uitkleden. Is het? Zo was het, hè? Ja, nee, niet alles goed. Ze dus, we gaan Lottie, de eerste, die heeft al lang het seizoen kunnen trekken. Want ze zal inmiddels al een jonge dame worden. Ze dus, doe uw woordje voordat we u ontrollen. Goed? Goedemiddag allemaal, ik ben Lottie. Ik ben momenteel al 3 jaar junior prinses van de Spekkerbloem. En vandaag moet ik afscheid nemen van mijn titel. Graag wil ik Tinne, kom maar even naar voren. Heel graag wil ik jou bedanken, en ook Arnold, dat jullie mijn meter en Pieter wilden zijn. Ja, ja, dat, ja, dan mag een applaus. Je bent mij gewoon weer wel in België, moet je niet inhouden. Jawel, jawel. Het is een jonge dame, maar het is niet gemakkelijk als je zo'n woordje moet zeggen. Dat is allemaal niet voorzien. Ze verrast nu al op het podium. Voilà, Meter en Peter heb ik al begrepen, zeg. Ik weet dat wij niet heel veel aan ons seizoen gehad hebben. En dat vind ik heel erg jammer. Maar ik weet wel dat wij elkaar nog heel vaak gaan tegenkomen. En ik heb heel veel aan jullie twee gehad. Dus dank u wel. Voilà, dat waren de woorden van Lottie. Ook heb ik nog een klein cadeautje voor alle twee. Voilà, dat is altijd het fijne van dat ze zo'n pakje bij hebben. Ik zie weer een snoepen en zo plezant voor dat te zien. Ga ze net van mannen, hoor. Amai, laat ik weer op mijn zin. Maar, we gaan zien. De pakjes komen eraan. Voilà. Eentje voor Meter en eentje voor Peter. Al wat ik niet lust, dat overhandigen met aan mij en een lukse, dus je ziet dat. We zijn degenen die alles lusten. En Luk? Wij lusten alles. Lofieke, je zit eruit. Je zit er volledig uit, zeker weten. Ja. Ah, dat is goed. Dan gaan we nu de voorzitter en ons kasteel voorhalen. Die wil de ontkleding doen. Zo is me meegedeeld. Ja, we zullen daar een beetje gaan uit. Doe wat ik gezegd, hè. Wat gaan we zeker afnemen? Eerste. Of wat mag ze niet houden? We gaan het zo zeggen. Ik denk voor de beginnende mantel, die moet ze zo en zo afnemen. Het kroontje mag dat in bezit blijven. Of moet er afgegeven worden? En nou, ik zit je wel nu. Want wie van ons... Wie wil het kroontje? Die zien er verschillende knikken. Het kroontje mag je blijven houden. Want ik noem het daarna, want je weet het. Jammer, Stefan. Ze duiden nogal en je weet niet, moet je... Wie is goed in ons dat ze van een carnaval is niet? Ze dus heeft legaal gemaakt, hè. Allee, wie wil een handschoen uit? Patrick wilde niet schoen. Patrick kon geen één handschoen uit. Iemand die iedereen was kapot. Het is warm genoeg om een kastkastuur te leggen. En rond een tijd. Oh, eentje! Eentje! Wie wil er nog een handschoen knuiken? Steek de hand op. Vol carnaval genoeg. Geen handschoenen. Waar een handschoen op de lijst stond, carnavalist tot in de kist. Ja, niks anders. Nee, we kijken erop naartoe. De eerste nog altijd de macht. Het is altijd dat ze zeggen, de voorzitter pakt de centen over. Maar André, ik had zo gedacht van iemand te laten te doen. Die tenen tanden en ze overwint veel. En ze had bij een boom. Kom naar voren, jij mocht de scepter. En dan André. Jij mocht de scepter van de prinses. Je mocht de macht opnemen en de scepter aan André geven.
Maar je mocht wel een ring geven. Wat normaal is te voorzitten of wat ik moet noemen, maar ik zag ze blinken. Geef ze nog eens een dadelijk applaus, want nu is het Lofnie. Onze jonge dame, wie weet, komen ze terug voor prinses. Oh, in de ogen te zien kan het wel in zitten. Ik zou zeggen, geef ze een geweldige dadelijk applaus en een afmars voor Lofnie. Hij de handspunt op de kelder. Loopt niet, tot ziens. Niet van wel, maar tot ziens. En het kroontje krijgt ze terug, zeg.